Goedemorgenmiddag of avond, wanneer je deze video ook kijkt. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vrijdagochtend, 10 uur. En de man van de kasten op maat is net geweest om ons vloerverwarmingssysteem weg te werken. Is heel mooi geworden. Kijk eens even, ook dat is nu mooi weggewerkt. Het was even spannend, maar het kan precies. Dus dat is super. Allemaal netjes weggewerkt en goed voor elkaar. En nu is het tijd om de boodschappentassen te gaan pakken. Ik heb beide jongens hier. Ik ga even naar de Lidl voor de weekboodschappen. Ik ga jullie niet meenemen in de winkel. Want met twee kinderen boodschappen doen vind ik vaak al stressvol genoeg. Maar ik ga jullie uiteraard daarna wel laten zien wat we allemaal gekocht hebben. Vanavond komen mijn ouders eten en Nout wil een mandarijnenkwarktaart maken. Dus dat gaan we proberen. En ik vond een recept voor Italiaanse broccoli stampot. Wat ik zeg, stampotseizoen is hier in volle glorie. Ik vroeg Nout, wat wil je eten vanavond als opa en oma komen? Stampot. Dus stampot it is. En ik bedenk me nu, ik zeg dit nu wel, maar mijn ouders zijn niet dan. Dus ik denk eigenlijk niet dat ik het ga filmen. Maar ik kan het receptje wel even hieronder linken. En ik zal proberen eraan te denken om wel het eindresultaat te filmen. Maar goed, eerst even boodschappentas pakken en dan gaan we naar de winkel. 11:30, ik ben weer thuis. Ik heb alles uitgesteld. Dus we gaan er even samen doorheen lopen. Ik was 154 euro kwijt. Ja, pijnlijk. Maar goed, dat was mijn eigen schuld. Want Morris zag in de winkel een gitaar, speelgoedgitaar, en die werd helemaal lijp. Die wou die hebben. En ik geef er niet altijd aan toe, maar ze waren weer zo lief en zo goed aan het luisteren. Ik dacht, weet je, jij je gitaar, onze artiest in de dop natuurlijk. En Nout vond dat voor zijn speelgoedtreinen, dus ja, die kreeg dat. En die gaat er dan ook meteen lekker mee spelen. Dus dan hebben we vandaag mooi weer wat te doen, hè Nout? Kunnen we lekker met de treinen spelen? En dit is de hele stash die ik meenam. Ik neem je ermee doorheen. Croissantjes voor het weekend, witte bollen, brood voor de jongens. Crackers had ik op, een beetje vleeswaren. Ik vind dit altijd, dat ontbijtspek, lekker met ei en kassenrib. Kipdijen voor kip Siam. Stef vindt dit soort wereldgerechten altijd lekker, dus die heb ik even voor hem meegenomen. Ja, uiteraard eten wij er dan ook van, maar goed. Braadworst voor vanavond bij de stampot. Stampot aardappelen voor de stampot. Hele lading chips. Ik had niks meer aan chips in huis. Dus even de Ribbel Naturel. Uiteraard in combinatie met de heksenkaasdip. Doritos vind ik altijd lekker. Nibbits voor de jongens. Pringles voor de jongens. En een beetje cola. Dat is niet voor de jongens. Die drinken geen cola. Maar wel omdat ik dat graag in huis heb. Ik doe wel. Wat zeg je? Ik doe wel. Nou, hoe vaak drink jij cola? Jij vindt de eerste slok lekker en dan vertrek je al je spieren omdat het zo prikt. Ze drinken letterlijk nooit frisdrank. Appels, mandarijnen, oftewel Morris Nout. Mozzarella, geraspte kaas, salami voor die stampot is vanavond. Twee keer roomkaas, want we willen cheesecake gaan maken, maar niet zomaar cheesecake. Nee, mandarijnen cheesecake met pepernotenbodem. Vissticks vindt Nout altijd lekker, kruidnootjes dus voor die cheesecake. Koekjes. Cashewnoten voor de kipsie Jan. Hagelslag, want ik had bijna al mijn zoete brood leg op. Dus Nout koos deze. Daarnaast nog jam. Een pizza kit, want daar heb ik ook weer een leuk receptje mee in gedachten voor de Sinterklaasperiode. Slagroom voor de cheesecake. Smeerkaas, vanillevla. En ja, jongens, koop ze vorige week ledkaarsen. En dan ruikt ze dit ineens in de winkel. Als je in de Lidl bent, ga je er even aan ruiken. Dit is zo lekker. Het was zo goedkoop. 2,99 of zo voor zo'n grote kaars. Helemaal prima. Leverpastei, bakboter, pesto, melk, chocopasta. Dit was nieuw volgens mij. Althans, ik heb het nog nooit gezien. Snoepjes met space thema. Ranja, knijpfruit, druiven. En als laatste nog zo'n doeboek voor Nout. Vanmorgen waren we bezig in dit boekje. Vond ik wederom heel erg leuk. Dus ik dacht, zag dit liggen. Ik denk, oh, neem ik weer mee. Het is altijd leuk om toch ook iets soort van educatief in spelvorm thuis te doen. Goed, ik ga dit allemaal opruimen. En dan gaan Nout en ik even lunchen. Je mag het croissantje. Ik heb het er net over. Zeker weten. Ja, en de story of my mom life. Die kinderen zitten lekker aan tafel met hun lunch. En ik hap tussendoor even snel wat weg. Ja, dat is echt. Op de dagen dat ik met de kinderen ben, dan gun ik mezelf ook heel vaak geen rust om te eten, zeg maar. Dan is het gewoon door, gaan. En is er altijd wel een klusje wat op me wacht. Dus ook vandaag. Ja, die boodschappen moesten natuurlijk weer in de koelkast. Nou, ik loop dan ook vaak alles even bij langs. Alles wat overdag
datum is, open is, weg moet, dat haal ik er dan uit. En hier was ik de voorraadkast een beetje aan het ordenen, zodat alles erbij in kon. Maar heel eerlijk, die apothekerskast, oftewel hypothekerskast, die zit echt bommetje, rammetje vol. Ik moet daar echt nog wel een beetje logica in vinden. Ik ben laatst al gaan zoeken op Pinterest, maar kan nog niet echt een systeem vinden die daar dan specifiek voor werkt. Maar goed, de koektrommel was ook leeg, of heb ik leeg gemaakt. Het waren allemaal kruimels, kleine stukjes. Dus even leeg gemaakt, schoongemaakt en gevuld met nieuwe koekjes. Net als de snoeptrommel. Die was niet leeg, maar wel even aangevuld met die Space Mix. Het is inmiddels al wat later, 2:30. Ik heb net een lekker toetje gemaakt. We zouden natuurlijk een taart maken, maar de taartvorm is spoorloos verdwenen. Dus we hebben het anders opgelost en ik had jullie het graag willen laten zien. Maar ik heb besloten een andere serie te gaan maken. Dus jullie zien het binnenkort op de shorts voorbij komen. Mijn broer belde net, vind je het gezellig als ik ook mee kom vanavond? Helemaal prima. Dus ik dacht, ik ga alvast koken. En dan doe ik het gewoon, die stamppot, in een ovenschaal. En dan kan ik het vanavond gewoon in de oven zetten. En dan wordt het op die manier warm. En dan heb ik ook nog gewoon tijd en zo voor mijn gezelschap. Dus we gaan een stamppot broccoli maken met Italiaanse twist. De verhoudingen zijn nu iets... Dat mijn broer ook komt, ga ik 1,5 kilo aardappel gebruiken. Dus het zal meer aardappel zijn dan broccoli. Maar ik heb geen zin om nog naar de winkel te gaan. En al met al zal het vast lekker zijn. En vind ik het alleen maar gezellig. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus ja, we gaan even lekker een Italiaanse stamppot broccoli maken. Let's go. Wat je nodig hebt is een ui, een potje pesto, salami, stamppot aardappelen. Ik ga 1,5 kilo gebruiken. En dan heb ik hier nog 750 gram broccoli. Dat is ruim voldoende. Dus ja, dit heb je nodig. We gaan aan de slag. Oké, hear me out. Ik vond dit ook een twijfelgevalletje toen ik hem zag, hoor. Dat ik dacht, zal dit echt lekker zijn of niet? Maar ik had hier 3 volwassenen aan tafel, 2 kinderen aan tafel. Of eigenlijk 4 volwassenen, inclusief ikzelf. En iedereen zei, jeetje fam, dit was echt een goed stamppotje. Dit was lekker. Oftewel, een gevalletje voor herhaling vatbaar. Ik ben begonnen met het snipperen van een ui. En ik heb mijn salami in kleine stukjes gesneden. Achteraf hadden die nog wel wat kleiner gekund. Echt kleine, kleine blokjes van snijden. Die salami is natuurlijk sterk van smaak. Dus dat kan ook snel overheersend zijn als je daar te grote stukken van hebt. Nou, die salami ben ik gaan uitbakken. Daar komt heel erg veel vet uit. Dus op het eind heb ik nog, zoals ik hier nu doe, met een keukenrolletje wat vet eruit gehaald. Ik vind het altijd ook wel lekker om er iets van vet in te laten, want ja, dat maakt zo'n stamppot toch smeuig. Nou, die aardappelen en broccoli waren inmiddels gekookt. Daar heb ik boter en melk bij ingedaan. Vervolgens de salami erdoor en de broccoli en 3 goede eetlepels pesto. Ik doe er hier 2, maar even later heb ik er nog meer in gedaan. 3 goede eetlepels pesto erdoorheen gemixt. En natuurlijk even proeven. Nou, het miste nog wat zout. En dat heb ik dus nog toegevoegd. En uiteindelijk ook nog een beetje extra pesto. Dus 3 eetlepels in totaal. Ik heb het in een ovenschaal gedaan. En toen mijn ouders hier waren en mijn broer, heb ik een mozzarella opgedaan. En het in de oven gezet. Nog even afgebakken, zodat die stamppot warm was. En die kaas lekker goudbruin. En toen kreeg ik een mail dat mijn maandelijkse goodiebox van Kruidvat was bezorgd. Bij het afleverpunt. Omdat ik wist dat het thuis zou zijn. Uiteindelijk had het wel gekund, maar dat ik dacht dat ik niet thuis zou zijn, laat ik het zo zeggen. En hij is echt super zwaar vandaag, dus ik ben benieuwd. Allereerst, luie broekjes in de Pure and Soft line maat 5. Dan 2 keer fragrance sticks van het Kruidvat huismerk in Rosewood Dream en Peaceful Woodland. Dit is nieuw denk ik jongens, ik ken het niet. Test me here. Lekker. Oh, heerlijk. Rosewood Warm, die is heel lekker. Maar ja, goed, smaken verschillen. Dan 2 boekjes van Mo's Daughters. Super Suus in actie en Mila op zolder. En hier heb ik vandaag een mail voor gekregen of ik hier een campagne voor wil filmen. Dus dat is heel erg leuk. Groenten, couscous en linzen 6 maanden plus. Die gaan naar de buurjongen. Dan curry met groenten, rijst, rundvlees en mango. Die gaat ook naar de buurjongen. Dan een kaars. Ook in Peaceful Woodland. Refreshing green floral notes with a hint of amber. Klinkt lekker. Oh, ik snap nu waarom hij zo zwaar is. Er zit allemaal kaars in. Nog zo'n kaars.
nog zo'n kaars in de Rosewood Dream. Ze hebben mij die hele lijn opgestuurd volgens mij. Dan nog zo'n hele grote kaars. Deze dus, ze hebben dus twee formaten. Een kleinere en een hele grote. Dan ook van die lijn twee keer een room spray. Heel fancy. Nog zo'n curry met groente, rijst, rundvlees en mango. Dan een paar sokjes. 12 tot 18 maanden. Gaan ook naar de buurjongen. Oh ja, en ik heb een kortingscode om een fotokalender te maken. Super leuk. Dan een heleboel pepernoten, normale kruidnoten, chocolademix, sweet raspberry limited edition en cold caramel. Nou, ik heb het er wel op. En je dacht dat ik klaar was? Nee, 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 ik ben er nog niet. Dit is een Kids Stuff Bedtime Fun Hair and Body Wash. En dan nog een Platinum Secure Night maandverband. En uiteraard de giftcard. En dan is hij leeg. Maar jongens, wat is het veel? Ja, ik ga deze stokjes sowieso zelf houden. Die ga ik lekker in de wc zetten. Ja, het is wel mooi hoor. De packaging is goed. Mooi met dat goudkleurige. Past natuurlijk helemaal in mijn straatje. Ik ga hem neerzetten. Hallo, welkom bij een nieuwe dag in deze vlog. Het is maandag. Het is maandag. Bijna 3 uur. Ik ben gaar, jongens. Ik heb de hele ochtend content gefilmd, geëdit, gevoiceoverd, gedengest, gedattest. Maar goed, ik dacht, ik moet deze vlog ook vullen. Want deze vlog deze week loopt maar tot met woensdag. Ik ga dit weekend weg met vriendinnen. En daarvoor wil ik alles afgerond hebben wat er aan videowerk nog gedaan moet worden. Dus ja, ik neem jullie nog wel even een paar uurtjes mee. Het is dus 3 uur. Stef komt vanavond, hopelijk zo meteen al. Als hij geen vertraging had, dan kon hij op tijd zijn om de jongens op te halen. Komt hij weer thuis na 8 dagen Maleisië. Heel erg fijn. Dus ik heb het huis vanmorgen helemaal schoongemaakt. Ik heb daar ook content van gefilmd. Het is helemaal fijn. Ik voel me helemaal fijn in mijn huisje. Verder ben ik gaar. Maar goed, ik heb jullie toch vrijdag dit laten zien. Van de kruidvat, die Rosewood Dream. Hè? Ik heb die geurstokjes in mijn wc staan. Elke keer als ik in de gang loop, denk ik, oh, wat ruikt het hier lekker. En nu heb ik die roomspray ook vanmorgen gebruikt. Dit is echt een tip, no spon. Ik word niet betaald om dit te zeggen. Ik heb dit product wel gekregen, dat moet ik natuurlijk wel vermelden. Maar het is echt heel erg lekker. Goed, het is dus 3 uur. Ik ben een beetje gaar, dus ik dacht, wat ga ik nou doen om mezelf weer een beetje tot leven te krijgen? Ik ga even lekker een fruitsnackje maken. Wat gewoon eigenlijk een heleboel fruit en een bakje pleuren is en een kop thee. Ga ik heel even lekker een half uur in de zon zitten en genieten van het lekkere weertje. En dan ga ik kijken of ik nog in actie ga komen. Oh ja, dit verhaal. Ik was toch zo boos dat je die theezakjes er niet in kon zetten. Nee, je moet ze erin leggen. Ik dacht echt, jullie commenten het allemaal onder de video. Ik dacht, Fem, hoe blond ben je? Natuurlijk, als het er niet in kan staan, dan kan het er wel in liggen. Dus het is gelukt. En ik kan een kamilletheetje op zijn tijd dus echt waarderen. Maar volgens mij is dat echt een unpopular opinion. Zoals ze dat zo mooi op TikTok zeggen. Maar goed, ik hou er wel van af en toe. Lekker warm worden. Het is goed voor heel veel dingen. Ja, ik weet zo even niet alle voordelen. Alle gezondheidsvoordelen. Wacht even, die ga ik even googlen. Oké, komt-ie. Het werkt licht ontstekingsremmend en ontsmettend. Het heeft ook een licht ontspannend effect op maag en darmen. En daarnaast bevat kamillethee het stopje AP. Apigenine, een antioxidant die zich bindt aan bepaalde receptoren in de hersenen die slaperigheid bevordert en slapeloosheid vermindert. Ja, dan weet je het even, hè. Die vlogs van Fem, die kunnen ook gewoon nog educatief zijn, jongens. Nou, het is inmiddels wat later. Ik ga koken en ik dacht, nou, Stef is thuis. Ik maak lekker die kipsie. Jan heeft natuurlijk de hele week kip of rijst gegeten. Ik heb er niet over nagedacht. Maar goed, hij werd er wel blij van. Ik ga jullie niet door dat recept heen praten, want het is gewoon zo'n standaard pakje. Verder is het hier nu heel erg druk, want die kinderen claimen natuurlijk nu Stef. Dus ik weet niet of ik verder nog ga vloggen vandaag. Het slaat eigenlijk nergens op deze dag, maar goed. Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe dag in deze vlog. Het is vandaag dinsdag, het is 9:40 en wij staan op het punt om even naar Action te gaan, want ik werd getipt door de buurvrouw. Ze hebben nu van die bankplankjes. Daar heb ik het over gehad in mijn Action Shop blog. In precies de kleur als onze eettafel en ons nieuwe tv-meubel en de kast van de jongens die we vanmorgen hebben besteld. Dus die komen binnenkort ook binnen, helemaal fijn.
Stef is natuurlijk thuis, dus we zeiden, we gaan even lekker met z'n drieën op pad. Nautje is naar school, op de fiets met Stef vanmorgen. En Morris is hier wel, dus we gaan even bij de actioneuzen. En ik neem jou weer mee. Ja, en met dat ik deze vlog aan het editen ben, denk ik toch een beetje, Fem, wat straal je nou precies uit? Je hopt maar naar die winkels en dan ga je dat maar weer filmen. Mensen denken echt dat je een materialistische snob bent of zo, die alleen maar geld uitgeeft. Ja, weet je wat het is, jongens? Ik vind dit gewoon leuke content, één, om zelf te kijken, maar ook om te filmen. Dus vanuit daar neem ik dit soort stukjes heel vaak mee in de vlog. Daarnaast is het ook gewoon wel regelmatig een bewuste keuze om even naar een winkel te hoppen en een leuk shoprondje te filmen. Ja, het is gewoon ook inmiddels een stukje vaste content voor mij geworden. Zowel in de YouTube shorts met TikToks, maar dus ook in deze lange vlogs. Ja, ik hoop gewoon niet dat ik een bepaald beeld schets van iets wat ik niet ben. Goed, terug naar de inhoud. Namelijk al deze leuke items bij de Action. Ik zag deze plankjes. Ja, 3 plankjes voor €4,95. Geen geld. Allerlei verschillende maten. Superleuk als je een klein snackplankje wil maken of juist een grote. Ja, heb je er toch 3 in 1. Dit was een kaasding. Dat ik dacht, kaas bewaren op een bamboeplank, dat lijkt me niet zo lekker. Ik denk dat de smaak van de bamboe dan in de kaas trekt. Maar goed, als iemand er ervaring mee heeft, drop dan vooral even een comment. Oh ja, roomspray van Fabulosa, niet meegenomen, baal ik nog steeds van. Fabulosa blijft natuurlijk helemaal de shit. Ik had nog nooit die roomspray gezien, dus daar ben ik oprecht wel heel erg benieuwd naar. Toen liep ik langs de geurkazen en toen zag ik mijn favoriet in het goud. Ja, die camera werd uiteraard gepositioneerd en ik moest natuurlijk even ruiken. Nou, deze was verrassend lekker, maar ik heb hem niet meegenomen. Nee, ik had natuurlijk net van Kruidvat een hele lading aan geurkaarsen gekregen. Ik dacht, ik ben voorzien. Nee, dat doe ik niet. Toen zag ik allemaal geinige opbergbakjes, zoals deze van Teddystof. Die lagen er in 2 kleuren, maar ook een heleboel leuke home deco. Waaronder deze klok. Ja, helemaal onze stijl natuurlijk, met dat donkere hout en dat linnen zo op die achterkant. Ik vond het heel erg leuk. En dit zocht ik dus in het mango hout. Nou, in mijn Action lag het niet. Ik heb ook op alle kopse kanten gekeken. Ik dacht, misschien is het een weekdeal of zo. Ik heb ze niet gevonden. Mocht jij ze wel hebben zien liggen in je Action, waar kan ik ze vinden? Welk schap? Waar moet ik zijn? Nou, door naar kerst. Ja, ik blijf maar over die kerstafdeling lopen. Er ligt heel veel hetzelfde, maar er ligt ook elke week weer wat nieuws. Dus even kijken. Deze tassen, ja, echt fantastische prints van die hele grote gift bags. Ik dacht, daar kun je echt wel iets leuks mee maken als je creatief bent. Dit waren kerstbomen op LED. Ja, alleen al die kaarsjes zaten er scheef aan de bovenkant. Dus die heb ik laten staan. Deze mokken vond ik ook nog steeds heel erg leuk. Heb ik ook niet gedaan. Och ja, de meid heeft zich heel erg ingehouden. Ja, het was weer knap. Ik vond het weer goed. Ja, dit blijf ik stiekem heel erg leuk vinden. Al dat hysterische. Ik heb toch besloten niet voor het hele hysterische te gaan. Maar we gaan wel rood toevoegen aan de boom. Meer rood. Heb ik vorig jaar al gedaan. Oh ja, dikke tip. Deze teddywandjes. Oh, ik ga weer te snel. Kan niet bijhouden. Ook hele leuke sloffen. Nog meer. Meer hele leuke gezellige kerstballen. Oftewel, voor al je kerstitems moet je naar Action. Ja, en naar Vibra hoor jongens. Ik zie iedereen inmiddels ook echt op TikTok alle Vibra kerstshoplogs delen. Ik was er natuurlijk vorige week al geweest. Heb ik meegenomen in de weekvlog van vorige week. Maar dat is ook echt een tip. Als zo'n ontpluismachine, deze. Ja, ik nam hem vorige week mee bij de Lidl. Ik heb hem al op meerdere items gebruikt. Ook dat is echt mega handig. Ik had niet verwacht dat het zo goed zou werken. Maar ik heb deze week een mega selfie bestelling binnengekregen voor mijzelf. En daar waren echt wel wat pillige items bij. Ja, zo'n ontpluizer is helemaal de shit. Nou, nog even voor de decembermaand. Dat speelgoedschap voor jullie gefilmd. Wie weet zie je er nog wat tussen. En dit vond ik ook leuk. Hier kan je ballonnen in doen. En dan heb je dus gewoon staande cijfers. Zeg maar het omhulsel waar je de ballonnen in kan doen. Had ik ook nog nooit eerder gezien. Heel erg leuk als je een verjaardag hebt. Nou, en de chocola van Mr. Beast is inmiddels ook bij de Action beland. Vond ik toch wat treurig voor hem. Door, namelijk naar de Van Haren. Ik kwam er namelijk achter dat mijn beide kinderen te kleine schoenen dragen. Ja, je weet wel, die kinderen waarvoor ik net een hele vintage shoplog heb gedaan. En een heel winterkastje heb gevuld met waaronder hele dure Nike's en zo. Ja, nou, die schoenen die passen dus allemaal niet meer.
Nee, heel vervelend. En ik had mogelijkerwijs voor mezelf ook hele mooie laarzen bij de Van Haren online gezien die ik heel erg graag even wou passen. Dus hups, we zijn erheen gehopt. Wat vinden jullie van die UGG-trend? Ja, ik denk niet dat ik het kan hebben. Toch vind ik het heel erg leuk. Dit vond ik ook enig. Ja, ik hou van dat klassieke. Zo'n klassiek ballerinatje in de modekleur natuurlijk, hè? Dat bordeauxrood. Ja, deze vond ik ook enig. Maar die met die riempjes, ja, dit heb ik nooit goed begrepen. Dat doet voor mij een beetje aan als tapdance schoen. Nou, hier heb ik zo om gelachen. Nou, meneer wou geen Spaanse slof hoor. Ging je dit aandoen? Ja, vond ik natuurlijk hilarisch. Heeft hij uiteraard niet meegenomen. Het is inmiddels wat later. We zijn weer thuis. En ik dacht, ik ga even laten zien wat ik heb gescoord. Allereerst bij Action dit prachtige doek. Ja, dit is dus echt ook textuur, zeg maar. Dit ligt erop. Dit is ingeborduurd of zo. Met zo'n mooie donkere... kun je dat zien? Ja, zo'n donkere lijst. I know, koop je dit soort dingen bij Action, hoor ik sommige mensen zeggen. Ja, waarom niet? Het past perfect in ons interieur. En ik vond het gewoon heel mooi. Dus daar moeten we even een plekje voor zoeken. Dit heeft Stef meegegrepen. Blijkbaar hadden we hier niet meer genoeg van, denk ik. Nee, ik wil die kleintjes van fijner. Oh, ik vind die grote fijner, maar dat geeft niet. Een klok. Ja, ook helemaal in de stijl van onze woning. Wederom, we hadden nog geen klok. Wederom, koop je het bij de Action. Ja, waarom niet? Als het mooi is, is het mooi, toch? Wat staafjes hadden we nodig? Handschoenen, want Nout ging vanmorgen op de fiets en het was heel koud. En ik had alleen nog volwassen handschoenen. Die kon hij wel aan, want die waren gekrompen in de was. Maar ik dacht even twee paar handschoenen. Dit heeft Stef gekocht, een anti-slipmat. Geen idee. Een van mijn bakjes in de badkamer. Daar gaat het deksel van, of de bodem van los. Dus ik dacht, die neem ik ook mee. En hij lag er eindelijk. De, wat is dit? Fresh and Rebel karaoke set. Dit is telkens uitverkocht. Ja, dit is natuurlijk helemaal fantastisch voor Mr. Morris. Maar we dachten, als we voor Morris wat meenemen, dan moeten we voor Nout ook. Dus voor Noutje een koptelefoon. Pokémon stijl vindt hij helemaal leuk. Toen zijn we nog doorgegaan naar Van Haren. Die heb ik gekregen. Wat is dit dan? Dat heb ik gekregen van mijn agency, toen ik nog een agency had. Dat zit nog in de verpakking, toch? Ja. Ja. Toen gingen we naar Van Haren, want ik wou laarzen, maar goed. Nou, die klaagt dus al een paar dagen over pijn aan zijn voeten. En die blijkt dus inderdaad te kleine schoenen aan te hebben. Dus we dachten, laten we Morris' voeten ook even opmeten. Die heeft ook een maatgrootte dan waar ik al hun winterschoenen in gekocht heb. Oftewel, missie schoenen voor de kinderen is weer aan. Het is ook gewoon een soort gebed zonder end. Het komt gewoon telkens terug. Maar goed. Stef spotte deze en die vond ik echt wel heel erg leuk voor Morris. Als het er in Noutse maat waren, had ik ze ook voor Nout meegenomen. Maar helaas. Dus voor Nout moeten we even online bestellen. En voor mezelf ging ik heen voor een classy, hoge, zwarte, simpele laars. Bijna rijlaars gewoon. Ja, ik heb allemaal leuke looks gepint op Pinterest. En dat is allemaal een rokje met een hoge laars. Dus ik wil een zwarte hoge laars. En een cognackleurige hoge laars. En die laatste heb ik zojuist besteld bij Sinks. Ja, het was een hele uitgave. Ze waren duur. Maar ik ben echt serieus al de hele week online aan het speuren. En ik vind het gewoon niet voor weinig. Nou hoeft het ook niet altijd weinig te kosten. Maar goed, ik dacht, oké, als ik het dan goed doe, dan wil ik ook echt een laars die ik echt heel erg mooi vind. Dus ik heb een zware leren laars besteld bij Sinks. Maar die gaan jullie denk volgende week terugzien in een kleding challenge video. Voor mijzelf. Ja, daar heb ik ook helemaal zin in. Maar goed, laarzen dus. Lange laarzen. Nu heb ik twee paar laarzen gekocht. En voor de rest hoef ik geen schoenen meer dit winter. Zegt ze nu. Maar ik heb natuurlijk die Maruti laarsjes gekregen. Dat zijn lage laarsjes. En ik heb van vorig jaar ook nog best wel veel schoenen. En verder heb ik ook helemaal nog geen winterkleding gekocht. Behalve al wat ik allemaal heb gekregen vanuit samenwerkingen. Dus ik dacht, weet je, Fem, koop jezelf mooie leren laarzen. Dat mag ook gewoon, waarom niet? Ja, ik ben dan toch een soort gierige Genna. Voor die kinderen vind ik het helemaal niet erg om geld uit te geven. Maar voor mezelf moet het dan vooral allemaal niet te duur zijn. Goed, goed, ik ga dit allemaal even opruimen. De vaatwasser uitpakken, broodje maken voor Morris. Dan kan die zo lekker naar bed. En Stef en ik gaan heerlijk even twee uurtjes chillen op de bank. Ja, mama's, laten we eerlijk zijn. Voor die kinderen geld uitgeven, dat is geen probleem. Maar als het op onszelf aankomt, ja, dan is het toch ineens wel wat lastiger om een eurotje uit te geven. Ik zag laatst zo'n
bericht op Instagram van nee, je kind heeft geen nieuwe trui nodig, jij wel een nieuwe BH, dus ga dat ding kopen. En toen dacht ik, ja, dat is zo typerend voor moeders, dat we gewoon voor de uitgaven van onze kinderen niet nadenken en voor onszelf, ja, nou kan nog wel een jaartje langer met die jas. Of weet je wel, dat je op die manier gaat verantwoorden van oh, ik neem het niet mee, want ze moeten deze maand ook nog dit of dat. Ja, kies gewoon ook wat vaker voor jezelf. Dat mag gewoon. Desalniettemin vond ik deze laarzen van €120 aanschaffen ook echt wel het overdenken waard. Het was echt dat Stef zei, fam, kom op. Geef jezelf gewoon nieuwe laarzen. Alles wat je tot nu toe hebt besteld, dat is tweedehands. Of je hebt het gekregen, of je hebt het verdiend met een samenwerking. En vervolgens, ja, weet je. En dat is ook zo. Dus ik heb ze besteld. Ik ben er verliefd op. Ik vind ze prachtig. En ik weet ook, ja, de komende jaren hoef ik geen bruine laarzen meer te kopen. Want ik heb echt de zware laarzen gekocht. Mega blij mee. Goed, mijn artiest in de dop kreeg een karaoke set. Hij lag eindelijk bij de action, dus ik nam hem mee. En dit was het meest aandoenlijke ooit. Te zwingen met die heupjes, door die knietjes heen te zakken. En ondertussen hadden we een duetje. Het was heel erg schattig. Ja, dat ga ik nu ook zeggen. Te lief. Ja, heel lief. Goed, ik krijg copyright claims als ik hier de muziek onder laat staan. Maar goed, hier probeer ik je duidelijk te maken dat ik even een plankje ging maken. Morris die vroeg, mama, plankie? En vervolgens ging hij naar de plankjes staan wijzen. Nou, dat was overduidelijk. Die wou een snackplankje, dus die ben ik uiteraard voor hem gaan maken. Ik zeg voor hem, maar niet alleen voor hem. Want Stef zat op dit moment met Nout op de fiets vanuit school. Ja, het fietsen naar school, dat is helemaal zit het in ons systeem. Superleuk. Dus dit was het uiteindelijke plankje voor beide jongens. Ja, Nout werd hier ook heel erg blij van toen hij uit school kwam. Oké, het is inmiddels al wat later. 4:50. En ik heb even wat boodschappen gedaan, omdat ik toch besloten heb toch nog in deze 2 dagen even een serie te filmen. Dus ik moest daar ingrediënten voor hebben. Toen zag ik dit. Hot dog snack. Moet natuurlijk even proeven. Oh, dat is nu al teleurstellend. Kijk, zo staat het dan op de verpakking. Dat is wat erin zit. Dat valt natuurlijk meteen al tegen. Oh ja, het smaakt echt naar hotdog. Een mais snack. Lekker. Goedemiddag, welkom bij weer een nieuw segment in deze vlog. Het is woensdag 10:40. Ik heb de hele ochtend geëdit, mails gestuurd, video's opgenomen en dingen gedaan. En dit is mijn to-do-list van vandaag. Dit is natuurlijk helemaal niet haalbaar. Ik kan er wel weer een afstrepen. Goed. Ik heb een jas al aan. Een nieuw jas, een nieuw jasje. Stay tuned, wordt een hele leuke video. Maar ik sta op het punt om wederom op pad te gaan. Voor mijn gevoel is deze weekvlog alleen maar shoppen en koken. Maar goed, ik moet op pad, want ik ga dit weekend dus met vriendinnen weg. En ik zit in de organisatie samen met een andere vriendin. En we hebben op 1 avond een bingo op de planning staan. Wat we allebei eigenlijk alweer vergeten waren. Maar ik heb geen bingo set. Dus ik heb gezien dat ze die bij de HEMA verkopen. Dus daar ga ik heen voor een bingo set. Ik moet nog panties hebben, want die heb ik ook nodig dit weekend. Ik moet blush hebben. Ik moet watjes hebben. Ja, het is weer van alles. Er moet weer van alles komen. Maar ja, het is wel weer leuk om jou mee te nemen. Dus dat gaan we doen. We gaan naar Meppel, want het is dankdag. Dus in Stappers is alles dicht. Ik ben blij dat ik daar nu aan denk en niet op het moment dat ik daar al stond. Dus we gaan even naar Meppel, naar de HEMA. En ik wou nog ergens heen in Meppel. Oh ja, de Kruidvat. Dus ga je mee? Let's go. En ik had dus voor het eerst mijn auto aan een laadpaal gehangen. Ja, ergens was ik toch een beetje trots of zo. Het voelde echt een beetje stom. Van hoezo heb ik dit nog niet eerder gedaan? En hoezo ben ik hier trots op? Maar goed, het was gelukt. En ik ben dus even naar de HEMA gehopt. Jemig, wat een kleurrijke modebedoeling daar. Ja, ik werd er wel echt heel erg blij van. Maar ik dacht ook bij sommige items, zoals die groene trui, is toch meer lente. Ja, en dit vind ik ook altijd lastig. Gebreide truien met korte mouwen. Wanneer doe je dat nou precies aan? Ja, een gebreide trui met korte mouw zou ik nu niet meer aantrekken. Je gaat nu toch alweer voor een lange mouw. Dat is toch meer een lente-item of zo? Of zie ik dat verkeerd? Deze pakken voor meiden. Ja, ze hingen in de sale. Hoe fantastisch zo'n set van een broek met een shirt in 1 print. Ik vond het echt heel erg leuk. Ook allerlei leuk serviesgoed. Natuurlijk ook helemaal in die modekleuren. En deze glazen met die roze poot. Echt,
enig. Dit vond ik nog leuk voor je baksels met je kinderen. Letter uitsteekvormpjes. En daarnaast hele mooie gin tonic glazen. Maar ook hele chique champagne coupe glazen. Heel erg mooi. Oh ja, ik ben ook nog even naar Kruidvat geweest. En ik was voornemend hier heel veel te filmen. Maar ja... Ja, ik werd helemaal meegezogen in al die leuke kruidvat-items... dat ik helemaal vergeten ben om dingen te filmen. Maar goed, ik ga je uiteraard wel weer een leuk shoprondje laten zien. Nou, ik ben weer thuis. Volgens mij sloeg dit shoprondje helemaal nergens op... want ergens halverwege ben ik gewoon helemaal vergeten om te filmen. En ik heb illegaal geparkeerd, want ik heb geen parkeerkaart gehaald. Ik ben gewoon helemaal vergeten. Ik was helemaal druk met die auto aansluiten... zodat die elektrisch kon laden, dat ik dat gewoon helemaal ben vergeten. Maar goed, ik ga even laten zien wat ik heb gekocht. En dit is allemaal voor ons bingo spel slash goodie bags. Ik wil 9 cadeautjes maken, want we gaan met z'n 9 weg. Of 8 dan eigenlijk, want ik hoef zelf niet. En een gedeelte daarvan zal naar de bingo gaan. En de mensen die dan geen prijsje hebben met de bingo, die hebben alsnog een goodie bag, zeg maar. En ik heb een heleboel producten in huis. Maar ook een heleboel producten waarvan ik denk, is niet heel leuk om... als cadeautje te krijgen. Dus ik heb mijn maandelijkse giftcard van Kruidvat hier aan besteed. En aan andere dingen die ik zelf nog nodig had. Allereerst bij de HEMA een bingo spel. Ja, dat is wel handig als je bingo wil gaan doen natuurlijk. Deze was 12 euro of zo. Ik dacht, nou, het is überhaupt wel geinig om in huis te hebben. En die kaarten zijn dus herbruikbaar. Dus dat is chill. Je hoeft nooit meer andere kaartjes erbij te kopen. Dan voor de goodie bags ben ik gegaan voor allerlei producten die in de aanbieding waren. Zoals de Labello was 1 plus 1 gratis. En dit zijn dan die met die kleurtjes. Die vind ik zelf altijd heel erg fijn. Dan heb je en Labello en een kleurtje op. Dus ik heb 2 verschillende daarvan meegenomen. Deze liquid blushes van de Kruidvat vind ik ook heel fijn. Ondanks dat ik niet van liquid blush hou, heb ik deze wel al een keer eerder zelf in een goodie bag gehad. En vond ik deze wel prettig. Dus daar heb ik 2 kleuren van meegenomen. Deze en deze. Verder een heleboel lakjes van Essence. Puur omdat het niet duur is. En ik ze zelf, toen ik nog nagels lakte, wel altijd gebruikte. En ze toen altijd heel erg fijn vond. Dus ik dacht, dat is een leuke budgetproof manier om veel cadeautjes te kopen, zeg maar. Dus daar had ik deze 4 kleuren van. Snoepjes, dat vindt iedereen lekker. En die waren 1 euro. Dit is niet voor de goodie bags. Dit is voor onszelf. Dit was 12 euro voor zo'n value pack met koffiecups. Ik dacht, ja, chocola is natuurlijk ook altijd goed. Dus ik had die van Milka en ik had Raffaello. Ja, dit vond ik gewoon te aandoenlijk. Ik denk, kijk, als je nou dit hebt. Zo, met zo'n labellootje. En een lakkie. Dat is toch helemaal leuk om te krijgen. Tenminste, ik zou het wel leuk vinden. Dus zo ga ik pakketjes samenstellen. Gaan we ook nog doen in deze vlog. De doucheproducten van Kruidvat Huismerk waren 5 voor 5 euro. Dus daar nam ik er uiteraard 5 van mee. En ik zag nog deze kaarsen. Ik denk, nou, dat vind ik ook leuk voor een goodie bag. Dus dit in combinatie met producten die ik nog in mijn trapkast heb liggen met voorraad van gekregen dingen. Daar gaan we goodie bags van maken. En dan voor mezelf bij de HEMA waren de panties volgens mij 40% korting. Nou, ik zocht er dus natuurlijk één met van die ruitjes. Of natuurlijk, dat weten jullie denk ik niet. Nee, die video is nog niet online gekomen. Ik zocht er één met ruitjes en een normale zwarte. Ja, deze was temperatuur tech, dus lekker warm ook. Ik had watjes nodig en ik kocht van Dr. Beckman deze vlekkenreiniger voor meubels. Niet dat we momenteel vlekken hebben, maar ik dacht als we die dan wel hebben, dan hebben we ook meteen het juiste product in huis. Ik vind dat Dr. Beckman heel erg fijn. Ik heb daar ook altijd de Ossegal zeep spray van. Daar zweer ik bij voor de vlekken in mijn kinderkleding. Of de vlekken in de kleding van mijn kinderen. Dus ja, deze heb ik gekocht. Watjes had ik nodig. Ja, en ik had blush nodig en ik kon dus niet kiezen. Moet je kijken hoe prachtig deze kleur is. Dus die heb ik meegenomen. Deze is wat neutraler. En ik had deze gezien bij Michelle Bolle volgens mij. En die heb ik zelf ook al eens eerder gehad. Dat vind ik een heel mooi kleurtje. Het liefst draag ik zo'n peach kleur. Maar goed, dit nodigde dus ook echt wel uit om mee te nemen. En dacht, ja, dit kan altijd. Ben ik de komende maanden weer voorzien. Blush is letterlijk het enige van make-up waar ik op los kan gaan, omdat ik het echt leuk vind om te kopen. Nou, ik zeg het enige, dat is niet waar. Blush en lipstick, ja, dat draag ik gewoon veel. Vind ik gewoon leuk en ja, nou, dat. En dan als laatste zou ik graag wat meer oogschaduw gaan dragen. En ik heb deze ook in mijn grote giveaway, 20k giveaway, weggegeven. En ik zag hem weer, ik dacht, ja, ik neem hem voor mezelf ook mee.
Ja, ik wil dit gaan proberen. Kijken of het kan. Dit lijkt me hele mooie neutrale kleurtjes waar je heel veel mee kan. Zonder dat het per se heel erg hysterisch is of zo. Niet een hele grote stap, maar wel leuk om mee uit te testen. Nu wil ik 3 recepten gaan filmen voor mijn Sinterklaas serie. Dat moet vandaag. Dus dat ga ik proberen te doen. Het is, hoe laat? 2:30. Dus in principe zou ik dat moeten redden qua filmen. En ik hoop ze eigenlijk ook alle 5 te kunnen editen. Dat gaan we meemaken, maar daar kan ik anders vanavond ook nog mee aan de slag. Dus ja, ik ga dit opruimen en ik zie jullie denk ik op het moment dat we avondeten gaan maken weer. Of nou ja, hopelijk ben ik daarvoor ruim daarvoor al klaar, maar goed, we gaan het meemaken. Ja, lieve mensen, ik had mijn middag gefilmd, maar deze vlog is nu al bijna 35 minuten, dus ik heb besloten het er niet in te doen. Dit zijn alle pakketjes die ik voor mijn vriendinnen heb gemaakt en ik spreek deze voice-over in op donderdagavond. Ik ga zo meteen mijn koffer inpakken en ik ga een heel erg leuk weekend tegemoet. Ik wil je uiteraard weer bedanken voor het kijken naar deze video en ik zie je graag de volgende vlog weer.